iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je misschien vast wel weet, zijn Tara en ik dol op reizen en vinden het heel erg leuk om nieuwe dingen te ontdekken. En daarom leek het ons heel erg leuk om gewoon wat toffe accommodaties te ontdekken en te proberen de komende tijd. Dus wij dachten, wij maken er gewoon een serie van waarbij we onze ervaringen met jullie kunnen delen. Want we leven in een drukke tijd en af en toe tijd voor jezelf nemen is eigenlijk best wel een must. En aan een weekendje heb je soms echt genoeg voor dat ultieme vakantiegevoel. Of eigenlijk zijn wij straks op zoek naar dat endless weekendgevoel. Oftewel vrijheid, blijheid, spontaniteit, alles wat ermee te maken heeft. Dus het leek ons gewoon heel erg cool om deze serie op te zetten. En vandaag trappen we hem af met de allereerste aflevering. We zijn al een hele tijd best wel erg obsessed met een tiny house. Dus dat is waar we vandaag naartoe gaan. Een tiny house, oftewel een klein huisje, is iets wat ons enorm inspireert. Het is echt interessant om te zien hoeveel er past op een kleine hoeveelheid vierkante meters. De functionaliteit van de meubels en de 100% benutting van de ruimte is gewoon heel cool om te ontdekken. Je hebt heel veel aan weinig. Of eigenlijk, weinig is voldoende. Nou, we hebben super zin in en we moeten gaan inpakken. Dus ik zou zeggen, let's go. Yes. We zijn aangekomen. We zijn bij Droomparken De Zanding. Ik zie staan Otterlo, gemeente Ede. Ik heb er zin in. Ja, het is echt heerlijk weer ook. Het is een strak blauwe lucht. Ik weet niet of het op beeld te zien is. Vogeltjes hoor je fluiten. Ik vind het fantastisch. Volgens mij moeten we gewoon hierheen lopen, toch? Ja, ik denk het wel. Kijk dan jongens hoe mooi dit is. Oké, we zijn aangekomen in het gebied met de tiny houses. Dus ik hoorde Larissa net al gillen. Want er staat daar een bordje met tiny moestuin. Echt een schat. Ik ben zo benieuwd naar ons huisje. Oh, cute. We zijn er. Echt super leuk ziet het eruit. Welkom in de tiny house. Ja, dit ziet er al heel handig uit. Ik moet zeggen dat voor een tiny house voelt hij echt totaal niet tiny. Heb jij dat ook? Omdat het lekker hoog is, hè? En daarboven slapen we, denk ik. Dus ik ga heel eventjes meteen boven kijken. Oh ja. Daar is het bed. Heel leuk. Cool. Wow. Ik moet zeggen dat het er al meteen zo uitziet als in van die tiny house series, weet je wel. Hetzelfde soort indeling. Ja, precies, ja. Echt I leuk. Like it. We gaan de badkamer kijken. Zit het keukentje? Nou ja, keuken. Gewoon groot. De badkamer. Oh, die is nog ruimer dan mijn eigen badkamer thuis. Ja. Ik maak geen grap. Douche is heel breed. Oké. Okay. Ziet er goed uit. Echt leuk. Nice. En hier kun je dan nog eventjes zitten om te eten. Ik denk dat we hier wel goed kunnen chillen. De eerste indruk is in ieder geval al goed. We gaan nu eventjes settelen, een beetje dingetjes uitpakken. Want het is alweer 5:30 avonds. En wat we verder doen, dat zien we dan alweer. Oké, we hebben de boel een beetje uitgestald. We zijn uitgepakt. En het is natuurlijk al een super gezellig huisje. Maar ik dacht om het nog meer homey te maken, neem ik een tiny candle mee. Het is echt een van onze favoriete geuren. Mahogany teakwood. Lekker. Goddelijk. Dus deze gaan we gewoon vanavond even aansteken. Lijkt me heel erg gezellig. Tiny! Dus deze kast hebben we eventjes helemaal ingevuld met onze kleding en de spulletjes die we mee hebben genomen. We hebben dus ook een muziekboxje en een spelletje meegenomen om vanavond te spelen. En dat zijn de handdoeken die we kunnen gebruiken. En verder hebben we ook al een snackie gehaald. En gaan we ontbijt morgenochtend halen bij de shop. Ja, we hebben hier gewoon een papiertje die je kan invullen met welke broodjes je wil. Dus die gaan we zo eventjes afleveren en dan kunnen we morgenochtend onze
vers gebakken broodjes ophalen. Super lekker. Dus we zijn inmiddels wel een beetje moe geworden ook wel. En hongerig denk ik. Dus we gaan straks gewoon lekker eten hier ergens in de buurt. We zouden ook eventueel zelf kunnen koken, maar daar hebben we vanavond even geen zin in. Nee. Ja. Oh my god, ik kan niet eens mijn ogen openen op dit moment. Oh my god, jongens, dit is het meest onaantrekkelijke gezicht ever. Maar goedemorgen. Ik kan gewoon niet mijn ogen openen daar. Wij hebben niet heel erg goed geslapen vannacht. Jij bent echt fucking energiek nou. Ja, dat komt door het licht. Maar ik kon echt voor geen meter in slaap komen. Dat is jij ook niet, geloof ik. Ik kon echt super veel draaien. Maar ik denk dat het komt omdat er gisteren een beetje adrenaline vrij is gekomen. Ja. Omdat we er gisteren nacht achter zijn gekomen dat het doucheputje van de douche helemaal verstopt was. En het stoepje en het douchegordijn die hielden het water niet meer tegen. Dus de hele keuken was overspoeld. En we moesten onze eigen handdoeken inzetten om de boel te drogen. Inzetten, ja. Maar ja, wat moet ik hier nou mee doen, weet je wel? Het kan gewoon niet weg nu. Dus we kunnen eigenlijk het enige wat we kunnen doen is nu handdoeken maar neerleggen. Ja, laat maar doen. Dus ik denk dat wij straks als we ontbijt gaan halen meteen eventjes een melding moeten maken. Zodat ze misschien de boel kunnen fixen. Want ik zou ook nog heel graag willen douchen. Ja, vooral nu op dit moment om even wakker te worden. Maar ik wilde eventjes testen of ik rechtop in mijn bed kon zitten en dat lukt. Kijk, ik heb zeker nog wel wat ruimte. Ja, we zijn nog steeds in een tiny house. Dus we zijn nog steeds de tiny momenten aan het testen. Dat is wel lekker. Je kan gewoon echt rechtop zitten. Dan hier boven ons is een dakraampje. Ik hoorde echt heel goed de vogeltjes fluiten hè, vanmorgen. Dat was wel echt heel leuk om te horen. Ja, dat vond ik ook heel chill. Dus we gaan nog heel eventjes proberen bij te slapen of... Nee, ik kan niet meer slapen. Maar... Dan gaan we in ieder geval opstaan. Ik ben net zo wit als deze teken. Oh. En dan gaan we beginnen aan onze dag. Zo, we hebben eventjes onze broodjes opgehaald bij het winkeltje en daarbij ook nog even een pak sap, wat koffie. En Tara is nu bezig met het maken van scrambled eggs. Ik heb hier even een appelsapje en we hebben hier twee koffietjes. En Tara was zo slim om zelf nog eventjes een eigen sojamelkje mee te nemen, want ik drink geen koemelk meer. Dus dat gaan we hier gewoon even lekker bij doen. Het zijn twee cappuccino's. Oh, dat kan je niet echt zien. En we hebben ook nog een zakje met broodjes, twee croissantjes, wat pistoletjes. En daar gaat zo meteen lekker het ei op. Looking good. Nou, Larissa en ik zijn heel erg benieuwd hoe groot deze tiny house nou eigenlijk is. Want hij voelt niet zo tiny. Dus we hebben het ondertussen eventjes aan de medewerkers gevraagd via de website, via de chat. En ze zijn nu even voor ons aan het opzoeken, maar ondertussen dachten we gaan het gewoon even meten. Maar we hebben geen meetlat mee. 3,73 meter, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Oké, we hebben ondertussen een reactie terug gehad en er staan twee persoons tiny houses. Het zijn ongeveer 16 tot 18 vierkante meter. Dat is echt super klein. Ik heb het gevoel van, het klinkt zo weinig, 16 tot 18. 18. Zoals je kan zien is de zon op dit moment aan het ondergaan. Het wordt alweer avond. Dus we gaan heel eventjes de deur uit om wat boodschapjes te doen. Want het lijkt ons heel erg leuk om wel nog eventjes in het keukentje zelf vanavond te koken. En we slapen hier nog één nachtje. En dan gaan we morgenochtend gaan weer inpakken, terug naar huis. En dan komen we nog bij jullie terug met alle ins en outs en onze belevenissen hier.
Doei huis. Zo, en dan zijn we weer bij Larissa thuis. En we dachten, we slapen nog eventjes een nachtje op. Over bedoel ik. Omdat we dan jullie een iets betere recap kunnen geven en beoordeling. Dus dat gaan we nu doen. Maar voordat we dat gaan doen, willen we nog even wat vragen beantwoorden die jullie misschien willen stellen. Zoals de prijs. Hoeveel kost het nou overnachten in zo'n tiny house? Nou, ons huisje was een huisje voor 2 personen. De prijs daarvoor is op dit moment, dus in het laagseizoen, €165,76. Is dus de prijs per nacht 2 personen. Maar je hebt ook huisjes die wat groter zijn. Dan kan je bijvoorbeeld met 4 personen in. En die zijn dan ietsje hoger. Wil je de tiny house voor 2 personen in het hoogseizoen, dan zit je aan een prijs te denken van ongeveer €200 tot €250 per nacht. En dat is dus wat meer de drukkere vakantie- en zomerperiode. Maar zoals je misschien wel gewend bent, de prijzen kunnen variëren. Dus ik zou zeggen, ga gewoon eventjes naar het linkje die we in de beschrijving hebben staan. Dan kan je gewoon de actuele prijzen voor jou zien. Nou, we zeiden het eigenlijk ook al net in het vloggedeelte, maar hoe groot is nou zo'n tiny house? En we hadden het nagevraagd, het zou tussen de 16 en 18 vierkante meter zijn. Zo voelde het echt totaal niet. Mm-hmm. We voelden het echt heel erg groot. Aanvoelen eigenlijk, of tenminste heel groot. Heel prettig, gewoon comfortabel. Comfortabel, het was echt van alle gemakken voorzien. Dus het is echt wel gewoon een leuke kleine bungalow. Maar het is dus niet zo tiny dat je zoiets hebt van het wordt te veel. Ook wij twee zussen de hele tijd in hetzelfde tiny housje. Housje? Dat was ook niet too much dus uiteindelijk. Nee. Nou, en misschien wel de allerbelangrijkste vraag. Hoe is het verblijf bevallen? Nou, supergoed. Ja. We zijn echt heel erg tot rust gekomen. Het huisje was heel erg comfortabel. Nogmaals van alle gemakken voorzien. We hebben zelf wat spelletjes gespeeld. Lekker gegeten, uit eten geweest. Gekookt. En je kunt daar trouwens ook nog naar de Hoge Veluwe. Wat wel heel erg cool is. Ja, ondertussen hadden we natuurlijk eigenlijk gewoon de hele dag door van die kwetterende vogeltjes. En dat gaf voor mij wel echt zo'n gevoel van we zijn eruit. Ja, ik vond het heel lekker. En dan nog een beetje dat zonnetje erbij. Op het park zijn een aantal eetgelegenheden. Maar helaas was het restaurant op het park gesloten toen wij er waren. En ook hadden we op de website gezien dat er een aantal hangmatten zouden hangen. Maar die hebben we ook niet in onze directe omgeving gezien. Nee, en ik denk dat het wel echt komt doordat we in het laagseizoen daar zaten. Dus waarschijnlijk is het hoogseizoen wel gewoon altijd zo. Het was ons gewoon niet helemaal duidelijk op de website. Maar dat is ook verder niet erg. Het lijkt ons wel heel erg leuk om hier nog een rating aan te geven. Endless Weekend punten noemen ze maar. En we geven de tiny house een 4 van de 5 punten. Het is echt heel erg goed bevallen. En ja, ik vond het wel heel erg cool. Zoals jullie ook wel hebben kunnen zien in deze video. Nou, we zijn heel erg benieuwd wat jullie van deze video vinden. Geef hem vooral een duimpje omhoog. Laat even wat gezelligs achter in de comments. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En dan zien we je heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.